We gaan meteen beginnen met geopolitiek, deze uitzending. Want er was hoog bezoek in Moskou van de Chinese president Xi Jinping. Russian President Vladimir Putin now speaking in Moscow, where it is 2 o'clock in the afternoon, just after the arrival of China's President Xi Jinping. This is the first time Xi visits since Russia's invasion of Ukraine. And the meeting expected to focus on countering the U.S. and establishing a new world order. Een nieuwe wereldorde. Grappig, hè? In het verleden hebben we het daarover gehad. En dan ging het altijd over de westerse visie op die New World Order. En op een gegeven moment hadden ze een nieuwe kreet bedacht. Omdat die oude kreet New World Order... Ja, eigenlijk was toch alweer die kreet, die nieuwe? Nou, dat was de... International Rules-Based Order. Heel goed. Dat was, ja. Ja, zo heette die. En je ziet, nou, dat ging dus niet zo goed. En nu zie je dus dat andere partijen hun eigen New World Order gaan creëren. Waardoor dus dat hele idee van één grote wereld met één wereldregering... dat idee, dat gaat, zeg maar, de Great Reset, dat doel, dat wordt steeds minder... Gaat het lukken? Ja. Omdat allerlei verhalen, dat coronanarratief, we hadden het er net al even over, dat is een beetje aan het instorten. Allerlei verhalen aan het zijn aan het instorten. Ondertussen bouwen andere clubs het op, waaronder dus China. Waarom ging hij naar Rusland? Hij is naar Rusland gegaan om de banden aan te halen. China kan ook de energie uit Rusland goed gebruiken, die wij kennelijk niet nodig hebben. Hier zitten mensen in de kou, maar Rusland moet er wat mee en die gaat dat aan China verkopen. Hij kan ook de vrede goed gebruiken, want hij wil, die Xi Jinping wil die nieuwe zijderoute, dat is een soort handelsroute, waardoor China beter wordt ontsloten naar het westen, wil die uitrollen. Daarom gaat hij naar Rusland toe. Dus voor de verdieping van een strategische samenwerking, ja, en voor vrede. Een ontzettend spannende beweging, want dit zijn hele grote krachten... die nu in één keer tegenover... Nou ja, we dachten altijd dat Amerika en het Westen de grootste kracht waren. Daar komen nu dus veranderingen in. RTL Nieuws had er ook een kop over. En dat staat nu in beeld. Chinese president naar Moskou voor bezoek van vrede. Wat wil Xi van Poetin? Nou, we hadden het er net al een beetje over. Over Poetin gesproken. Die is zelf ook... actief bezig. Want Xi is dus aan het zorgen dat er misschien wel vrede komt in de Oekraïne. Maar ondertussen is Poetin ook bezig om proberen vrede te stichten met... Assad heeft hij gesprekken gehad over de heropbouw van Syrië. Aan puin geschoten sinds, nou, pak een beetje 2012. Via een illegale constructie werden toen de wapens die op de grond lagen... letterlijk op de grond lagen, opgepakt. En via Turkije naar de jihadis, onze grote vijanden in het Westen... maar daar onze grote vrienden gebracht om daar eventjes Assad weg te halen. Ik heb me ook zeer verbaasd dat dat zo moeilijk is geweest. Maar dat kwam mede omdat Poetin ingreep. Want Poetin begreep, als dat gebeurt en Syrië valt... The road to Tehran goes through Damascus, was de uitspraak. Dus als Damascus Syrië valt, dan kunnen we zo naar Iran. En als Iran valt, ja, dan heb je een wereldoorlog te pakken. Dat wou Rusland voorkomen, is gelukt. Tijdens dat gesprek bedankte Assad ook Poetin voor de reddingsteams die zijn verstuurd door Moskou in verband met die aardbeving die recent is geweest. Er wordt zelfs gesproken over, waarschijnlijk in dat gesprek tussen de goede banden, om die weer aan te halen tussen Turkije en Syrië. He, altijd twee clubs die ook het niet het beste met elkaar voor hebben. Dus dat gaat ook alweer de kant op van vrede stichten, zou je kunnen zeggen. Dan is er China, wel interessant, haalt de banden aan tussen Saoedi-Arabië en Iran. Ja. Ook twee soort van aartsvijanden. Gelukt ook. Je ziet nu in beeld ook... je ziet bijna in beeld... Ja, hier zie je wat ik het dus net over had. Dat China probeert om Saoedi-Arabië en Iran bij elkaar te halen. De Saoedi's, dat zijn de Soenieten. En de Iraniërs, dat zijn de Shiiten. En die bevechten elkaar, ook by proxy, bijvoorbeeld in Jemen. Maar daar willen ze nu dus een eind aan maken. En het maar is waarom, zoals... nemen ze die rol, waarom neemt China die rol op zich als vredestichter? Nou, misschien, ja, daar kun je honderd dingen bij bedenken. Maar het gebeurt in ieder geval. En zij zien waarschijnlijk dat het veel slimmer is om te zorgen dat je goed handel kan drijven. Dat die zijderoute goed gaat werken. Dat je niet veel baat hebt bij oorlog. Jij hebt een oorlogsindustrie, maar uiteindelijk kost het natuurlijk veel meer. En het kost mensenlevens. Het is niet verstandig. Je wil liever handelen en je wil liever vrede met elkaar hebben. En het is natuurlijk ook een soort van, ja, tegenwicht tegen dat Westen dat de hele tijd maar oorlog zit te voeren. Het is zelfs zo dat we hebben het nu dus over Saoedi-Arabië... dat de koning daar, Salman, die heeft nu de Iraanse president Raisi uitgenodigd om naar Riyadh te komen, de hoofdstad van Saoedi-Arabië. Ook alweer zo'n bizarre ontwikkeling. De brief die hij heeft geschreven spreekt over broederlanden. Er hangt allemaal vrede in de lucht, maar niet alleen maar. Daar ga ik het zo meteen nog over hebben.
Dit komt nog weer bovenop wat Saoedi-Arabië doet. De wens om deel te worden van de BRICS. Dat is misschien wel die nieuwe munt in het samenwerkingsverband dat steeds maar groter wordt dan die naam BRICS. Want het B staat voor Brazilië en de R staat voor Rusland. Wat die naam doet vermoeden. Je krijgt een bijna LTBTJ HI-achtige naam die zich steeds maar gaat uitbreiden. Want iedereen wil daarbij horen. En Saoedi-Arabië heeft al de wens uitgesproken om bijvoorbeeld de petrodollar, soort van meer of meer af te schaffen en ook af te gaan rekenen in de yuan. Er gebeurt dus voor alles. Mijn bijdrage hier is om een beetje te proberen een soort van overzichtje te geven van wat hier allemaal gebeurt. Volg jij het buitenlandse nieuws een beetje? En vind jij dit ook spannende ontwikkelingen? Of, Ik volg het niet heel erg, maar op een afstand. Op een veel grotere afstand dan jij. Dat Oké, dan ga ik nog even door. Er was ook een Chinees vredesplan van 12 punten met betrekking tot Oekraïne om daar ook weer vrede te stichten. Wat wil Xi? Hij wil een staakt het vuren daar in Oekraïne, maar hij wil ook vredesbesprekingen en hij wil een einde van de sancties tegen Rusland, waar hij dus vrede mee wil bereiken in Oekraïne. Zelfs Orbán, de leider van Hongarije, heeft pogingen gedaan met betrekking tot Oekraïne. Hij schudde de hand ook met Erdogan. Dus die bewegingen zijn er. Intussen is er ook een vorm van, laten we het realisme noemen. Realisme in de vorm van bijvoorbeeld een militaire oefening die recent is gehouden, gisteren gestopt, duurde van 15 tot en met 19 maart. In de Persische Golf. Wat was die oefening? Die werd gedaan, ook weer heel interessant, door en Rusland en China en Iran. Dus dat zijn allemaal grote machten die bij elkaar komen. En allemaal onderdeel dus van die BRICS-landen? Ja, en bijvoorbeeld ook Kazachstan heeft meegedaan. Als je op de kaart kijkt, dan ligt dat precies op de route van dus die ontsluiting, laten we zeggen, van China naar het westen. Die mocht ook meedoen met die oefening. Die heet Security Bond 2023. Security, veiligheid, bond, de onderlinge samenwerking. Die kwam vlak na een oefening van de Amerikanen. Dus die gaan ook vrolijk verder. Die Amerikanen hebben 18 dagen geoefend. Maar het is toch wel heel interessant dat deze clubs elkaar nu dus opzoeken en eigenlijk een tegenwicht, je zou misschien wel kunnen zeggen, een balans proberen te creëren in de wereld. Maar dat zou je dus het realisme kunnen noemen bij al die vredespogingen. Dat ze ook wel snappen, niet morgen breekt in één keer de wereldvrede uit en we moeten wel oppassen. Ook weer in het kader van het realisme zou je kunnen zeggen, dat past het arrestatiebevel tegen Poetin. Dat is uitgevaardigd. Daar hebben allerlei media over geschreven, waaronder ook het NOS Jeugdjournaal heeft erover bericht. En ik heb juist even het Jeugdjournaal erbij gepakt, omdat ik dacht, jij, jeugd, misschien leuk om op die manier even de bron te laten zien. Ja, we gaan even kijken naar hoe Rusland wordt besproken. Een kort fragment in het Jeugdjournaal. Je hebt hem de laatste tijd heel veel in het nieuws gezien. De Russische president Vladimir Poetin. Meer dan een jaar geleden begon hij een oorlog tegen Oekraïne. En daar moet hij straf voor krijgen, vindt een team van belangrijke rechters. Nieuws Drost weet veel over oorlog en recht. Volgens hem is het groot nieuws. Ja, dit is een onverwachte, maar hele belangrijke stap die deze rechtbank nu zet. Waarmee de rechtbank wil laten zien dat ze heel boos zijn op wat Poetin gedaan heeft in de oorlog in Oekraïne. Ja, je zei het al, we hebben dit keer expres het Jeugdjournaal geselecteerd. Want jij bent orthopedagoog. En wat denk je ervan als je dit soort toch wel zwaar beladen onderwerpen terug ziet komen in de media? Het is heel belangrijk. Gericht op kinderen, moet ik erbij zeggen. Ja, het is heel belangrijk dat voor kinderen wat er in de wereld zich afspeelt geduid wordt. Maar wel op een leeftijdsadequate manier. Op een manier die bij hun leeftijd past. En in dat opzicht ben ik, zeker tijdens de coronatijd, was ik geen fan van het Jeugdjournaal. Er kwamen heel veel indringende beelden bij kinderen binnen. De kinderen hadden het minste last van deze ziekte van alle leeftijdsgroepen. Maar het werd er wel op dagelijkse basis ingepompt eigenlijk. En dat is dan weer niet de bedoeling. Het is goed om voor kinderen goed te duiden wat er gebeurt. Maar dat moet wel gewoon op een voor hun leeftijd in hapklare blokken. Ja, en dus rekening houden ook met angst. Zeker rekening houden met wat het kan doen met een kind als hij informatie krijgt wat eigenlijk nog niet bij de leeftijd past. Maar daar komen we straks ook nog op, denk ik. Ja, en over duiding gesproken, dit gaat natuurlijk ook over duiding. Hè? Want niet alleen in de reguliere media, maar ook bij de kids gaat het erover dat er heel erg zwart-wit wordt genoteerd hoe het gaat. En daarom zijn wij hier ook om onze kant van het verhaal, of de andere kant van het verhaal, te vertellen. Bijvoorbeeld dat ICC, dat strafhof, dat kennen we. Voornamelijk van Afrikaanse gezichten die daar hebben gezeten. Of bijvoorbeeld de voormalige Joegoslavische president Milosevic.
die dood is aangetroffen in de gevangenis daar, ter plekke. Dat ICC, zoals het heet, de VS is daar geen lid van. Dus die zijn dan wel blij dat Poetin daar nu voor moet gaan verschijnen. Hoe dat er voor elkaar moet komen, dat is nog een tweede. W. Bush dreigde zelfs met een invasie als er een Amerikaan voor dat strafhof zou komen. Oekraïne is ook geen lid, maar geeft wel het ICC toestemming om de oorlogsmisdaden, tussen aanhalingstekens, die zouden zijn gepleegd door Rusland op Oekraïnse bodem, te vervolgen. Aan de andere kant, het hele kabinet Bush-Blair-Balkenende is daar ook nooit verschenen. Het zijn dus, wat ik zei, altijd die Afrikaanse gezichten. En eigenlijk zijn het partijen die ingaan tegen het westerse narratief, waaronder dus ook Poetin. Toch kan het wel lastig voor hem worden nu dat arrestatiebevel tegen zich heeft uitgevaardigd gekregen. Want er zijn 123 landen die eraan meedoen en die hem in potentie zouden kunnen arresteren als hij daar op de grond komt met een vliegtuig of wat dan ook. Aan de andere kant, ja, dan kan je ook wel op je vingers natellen als dat zou gebeuren, hoe Rusland dan zou ingrijpen. Interessant is trouwens over dit laatste dingetje nog wat ik in de Volkskrant lees, namelijk dat Poetin een zogenaamde misdaad tegen de vrede ten laste wordt gelegd. De EU heeft zelfs inmiddels een centrum opgericht om bewijs te verzamelen, terwijl hij dus nu vrede aan het stichten is. En wij hier al vaker hebben uitgelegd dat die oorlog tegen Oekraïne in feite een uitgelokte oorlog is. Voortkwam uit 2014 al die coup die er toen is gepleegd. En hij nooit de bedoeling heeft gehad om daar land te gaan zitten bezetten. Is dat wel eens eerder gebeurd? Dat iemand een arrestatiebevel krijgt vanwege het starten van een oorlog? Nou, niet zover, voor zover ik me kan herinneren. Maar het zijn dus wel heel typische bepaalde groepen die dan dus voor dat ICC worden gedaagd. Over vrede gesproken, wat is intussen de realiteit? De realiteit schrijft de Wall Street Journal op in een kop, 17 maart, een paar dagen geleden, namelijk dat Amerika geen vrede wil. VS doet zijn best om Chinese poging af te wenden voor vrede in Oekraïne, is in feite waar die kop over gaat. En de vermeende reden staat in dat artikel, een staakt het vuren zou de Russische veroveringen inmiddels in Oekraïne erkennen. Terwijl je ook zou kunnen zeggen dat die hele veroveringen van inderdaad die belangrijke mineraalrijke gebieden in het oosten van Oekraïne nooit hadden plaatsgevonden als Oekraïne nooit had gedreigd in opdracht van de NAVO om bij de NAVO te gaan komen. Wat Poetin heeft willen voorkomen door daarin te grijpen, waarna het Westen, nou ja, je kent het hele verhaal. Waar leidt dit nou allemaal naartoe? Je zou kunnen zeggen, de Wall Street Journal schrijft terecht, de VS wil geen vrede, wil, denk ik, in feite het einde van Rusland. Wou dat Europa werd losgeweekt van Rusland. Nou, dat is goed gelukt. We hebben het allemaal koud hier gekregen deze winter. Volgende winter wordt het nog veel erger, denk ik. Ondertussen ligt wel liggen ze op koers met die Great Reset, zou je kunnen zeggen. Europa koopt dure energie uit de VS, ook prima gelukt. Dat dan weer wel. Onze vrienden hebben de Nord Stream opgeblazen en wij kopen nu hun energie. Aan de andere kant denk ik toch dat de VS aan het kortste eind lijkt te trekken. Want nu zijn die grondstoffen dus in handen gekomen van Rusland. Hele belangrijke grondstoffen waar iedereen baat bij heeft. Maar die we dus nu moeten kopen van Rusland. En Rusland staat nog overeind. Hadden ze waarschijnlijk ook niet gedacht. En het wordt verder in handen gedreven dus van China en die BRICS. Dat is de situatie waarin we zitten. Er zijn enorme grote bewegingen aan de gang. Nieuwe krachten komen op. Het is superspannend. Dit was een kleine update van. Dit is wel bijzonder. Ooit was vrede goed. En nu is vrede niet goed. Het is de wereld op zijn kop. Maar eigenlijk staat bijna alles op zijn kop, heb ik het idee, in deze tijd. Vandaar ook die omgekeerde vlaggen van die boeren. Die snappen inderdaad wat er aan de hand is. Je moet bijna, als je snel wil denken, je hebt weinig tijd, dan moet je eigenlijk de situatie zoals je die in de krant leest omdraaien en dan beginnen na te denken. Dat is de tijd waarin we leven. Maar er komen nu dus tegenkrachten. Ook omdat die beweging die is ingezet, onder meer dus, je zag het al met die kracht, wat ik vertelde over dat eerste item, over het coronanarratief. Die beweging die is er wel geweest, maar die mislukken. Je kan wel een plan inzetten, dat betekent niet dat het lukt. Dat het lukt. Je kan een great reset inzetten, maar dat betekent niet dat het lukt. En dus het verhaal met Oekraïne gaat mis, met corona gaat mis. Want er komt tegenstand. Niet iedereen pikt dit zomaar. Ja, nou, dat is alleen maar goed, toch? Interessant, ja. Dankjewel. Klinkt wel als een groot schaakspel. Waar een aantal zetten in zijn gedaan.